Goedemorgen. Oh, hey Julian. En? Je hebt toch aan de knutselspullen gedacht, hè? Haha, grappig. Welke spullen? Maar, heb je toch spullen om te knutselen in de opvang? Of hebben we ineens niet genoeg? Ben je weer wat vergeten, Brigitte? Ach Julian, we gaan vandaag toch lampionnen maken en iedereen zal iets meenemen van thuis. Was dat vandaag? Oh ja, natuurlijk. Oh nee, logisch. Ik wist het, hè. Super, nu moet ik zonder lampion gaan. Oh, dit kan toch niet waar zijn? Ik had nog zo'n coole spullen uitgezocht. Nu ben ik ze thuis vergeten. Oh man. Tja, Julian, als het zo zit, dan kun je niet meedoen aan de lampionnenoptocht. Als je geen lampion kunt maken. Hey allemaal, weten jullie wat er gebeurde? Is echt niets bevatte dit. Heb je het weer in je broek gedaan? Zie je vlek op een broek zitten? Nee, ja, tuurlijk niet. En heb je je haren verkeerd gekamd? Ze zien er vreemd uit. Nee, wat bedoel je, ze zien er vreemd? Ach, nee, ik ben mijn knutselspullen vergeten voor de lampion. En nu kan ik niet meedoen. Dat is kei stom. Oh, als dat zo is, dan kun je als enig kind in de opvang niet meedoen aan de lampionnenoptocht. Oh man. Oh, Kira, dat is echt stom als dat zo is. Oh man, nee, ik wil meedoen. Wat moet ik nu doen dan? Stom. Zo, kinderen, dan beginnen we met de lampionnen. Zijn jullie zover? Ja, ik heb al een stift om eerst uit te tekenen hoe mijn lampion eruit gaat zien. Ik ben zover, ik heb een schaar, dus ik ga direct beginnen, oké? Ik kan nog niet beginnen, ik wil eerst een patroon bedenken. Hoe gaat mijn lampion eruit zien? Oh, en ik doe niets, want ik heb hier niets bij me. Oh man, oh man. Och, Julian, wat krijg je ervan als je altijd zo vergeetachtig bent? Ja, maar wat heb ik daaraan? Moet ik dan nu de hele tijd toekijken hoe jullie lampionnen maken? Daar heb ik geen zin in. Ik ga nu. Dit is toch echt oneerlijk. Ik pak deze stokjes hier en dan maak ik mijn eigen lampion of zo. Zonder jullie. Doe het wel alleen. Alsof ik het nodig heb. Ik kan het toch alleen maken. Ik ga met mijn lampion. Wel, dit is wel raar. Maar ik moet iets vinden wat er als een lampion uitziet. Iets met licht, met een kaarsje of zo. Iets licht, iets fels. Oh, zoals deze ring hier. Die is rood en dat is een felle kleur en misschien ligt dat op in het donker. Tuurlijk niet. Oh man. Oh natuurlijk, natuurlijk. Ik heb gewoon een grote ring nodig. Dan werkt het vast wel. Ja, ik kan dan zweven. Ik kan zelfs vliegen met deze dingen. Niemand in Playmobil City heeft zo'n coole lampion. Nog niet eens ter wereld. Dat is totaal van een gekke. Dat is toch niet leuk? Dat is helemaal geen lampion. Ze krijgt toch geen snoep aan de deur? Als het levert niets op, ik zie het al voor me. Ik ga vast aardappelpuree eten in plaats van zoetigheid. Kijk, stom. Dat is niet leuk. Er is niks aan zo. Ik wil naar huis. Ik vertel Brigitte dat ze mama moet bellen. Dat hij mij moet komen ophalen. Ja, precies. Ik ga naar huis. Ik doe niets meer. Oh, kinderen, jullie hebben prachtige lampionnen geknutseld. Die zien er prachtig uit. Ik heb een maan gemaakt. Die is echt cool. Kijk eens, Brigitte. Mijn lampion is een ster. En ik heb een dennenboom, omdat het ook bijna kerst is. Nou, ik ben echt onder de indruk. Hiermee zijn jullie goed voorbereid op onze lampionnenoptocht. Hé, Brigitte, we moeten even praten. Ik wil naar huis. Dit is toch niet zo? Wat is dat dan, Julian? Ik kan niet knutselen, ik heb geen lampion. Wat moet ik hier nog? Maar dan hoef je toch nog niet naar huis. Ja, wat moet ik anders? Ja, nou, en, hè? Ik heb geen lampion, Brigitte. Snap je dat dan niet? Of zie je hier een lampion, hè? Waar is die lampion? Waar dan? Hier misschien? Nee, hè? Nee. Ha, voilà. Precies. Ik heb er geen. En ik kan er ook geen andere zien. Die van die andere, dat vind ik toch niet leuk. Ach, Julian, ik ga even naar boven. Wacht hier, oké? Oh, Brigitte, ik wilde vragen of je mijn mama belt. Mama belt om te vragen of ze mij komt halen. Jullie met jullie stomme lampion. Ik vind dat toch niet leuk. Hey Julian, waarom heb je zo'n slechte zin? Kijk eens naar mijn lampion, die is echt cool. Stief, dat boeit mij nu niet, echt niet. Ik heb geen lampion en ik vind die van jou niet cool. Wow, Julian gaat opkijken als hij deze lampion ziet. Ik verwacht al dat iemand de knutselspullen zou vergeten. En daarom heb ik een extra lampion op voorraad. Die is dan wel niet zelf gemaakt, maar toch is hij heel mooi. Julian, kijk eens wat ik hier heb. Meen je dat nu echt? Meen je dat serieus? Ga je mij nog verder ontmoedigen? Een beetje zout strooien in mijn wonden? Ik heb geen lampion. Ik snap het, oké? En jij hebt een hele mooie. Ja, top. Heel fijn. Wrijf het er maar in. Doe maar, hè? Julian, jeetje, dat is toch niet mijn lampion? Deze is voor jou. Wat? Die is voor mij? Echt?
Ja. Oh man, top. Kijk allemaal, kijk mijn lampion. Die is veel cooler. Ha, ik heb de coolste lampion hier. Eigenlijk, Julian, wilde ik het al verklappen. Ik heb deze lampion al de hele tijd. Ik heb je bij de neus genomen, sorry. Hier is jouw lampion. Natuurlijk kun je mee met de lampion op tocht. Zo, en aangezien ik de leukste lampion heb, loop ik voorop. Oké, jullie lopen achter mij aan en jullie mogen zingen. 11 november is de dag dat mijn lichtje, dat mijn licht.